De PVV, die partij noemde u gisteren in het debat iemand uit de middeleeuwen. U heeft ook gezegd dat u niet iedereen opnieuw gaat uitnodigen. Zou het ene misschien met het ander te maken kunnen hebben, of mag de heer Wilders op een uitnodiging rekenen bij u? Het is de tweede partij van het land. Ik kan niet anders zeggen uit het verleden dat de gesprekken met de heer Wilders, ja, we zijn het over een aantal dingen waarschijnlijk niet eens, maar dat hij altijd buitengewoon professioneel en plezierig zijn geweest. Dus het lijkt me geen enkel probleem en vanzelfsprekend dat ik hem ook bel en informeer over mijn werkwijze. De Nederlandse politiek is vaak aan de late kant bij de aanpak van maatschappelijke problemen. De arbeidsmarkt, de huizenmarkt, de vergrijzing, het klimaatvraagstuk. De noodzakelijke maatregelen die dan uiteindelijk moeten worden genomen, zijn daardoor pijnlijker dan eerder nodig was geweest. Tegen deze achtergrond zal ik mijn opdracht proberen uit te voeren. Dat betekent dat ik in de gesprekken zal vragen verder te kijken dan de komende 4 jaar, gelet op de opvatting van partijen, ook weer in het Kamerdebat van gisteren. Ik in eerste instantie koers op een meerderheidskabinet. Dat lijkt me de wens van alle partijen. Meerderheidskabinetten zijn niet uitgesloten.